Mei nog een paar weken te gaan wordt er hard werken en repeteerd in Spanje om klaar te wijzen voor de première op 22 juni. Maar dat de tenten vol zitten zal bij de opvieringen, dat is nog maar de vraag. Want bij de kaartverkeer brengt het nog geen storm. Met €44 het kaartje is de opera echt net echt goedkeep. Maar goedkeper ken hij net. Dat zou ik heel graag willen. Dat gaat niet, want we maken grote producties. Niemand verdient hier geld. Dat is die 21 jaar dat wij aan het werk zijn, is dat nooit veranderd. Ik bedoel, we verdienen wel geld, maar ik bedoel niet... we rijden een oud Peugeotje en that's it. En dus die prijs kan niet naar beneden, hoe fijn dat ook zou zijn. De organisatie denkt dat het echt komt door de concurrentie van andere grote culturele evenementen. Likas Oeral, de tagelijk houden werd. Intussen werd er aan alle kanten bezocht de kaartjes onder man te brengen, ook terug de spelers. Op Hemelvaartsdag zijn we in Oldenberkoop geweest en in Oldenmarkt. Daar waren van die voorjaarsmarkten. En daar hebben we gezongen voor de mensen in kostuum. En dat was ontzettend leuk. En ik had het idee dat de mensen dat heel leuk vonden, dat we door de zon liepen en met de flyers lekker aan het zingen waren. Opera Spangeer werd al van 1989 al houden. Dit hier dus het stuk Falstaff, over een ridder met jeldpine die een rijke vrouw bezieken te verliezen. De muziek is voor deze opera opnieuw gecomponeerd met rock- en pop-elementen. Maar zou de opera misschien het leegdrempeliger maken om meer publiek te lokken? En je wil natuurlijk ook gewoon maken wat je lief hebt. En Falstaff is een absolute lievelingsopera van mij. Dus wilde ik hem weer graag doen. Ik bedoel, ja, we kunnen natuurlijk wel commercieel worden. Nee, dat kunnen we helemaal niet, want dat hebben we helemaal niet in huis. En dat willen we ook niet. Maar dat zou je dus, zo zou je inderdaad kunnen gaan denken. Maar zo moeten we natuurlijk niet met de kunst omgaan. Je kan ik er zo mee gooien? Kan ik er zo mee gooien? Ja, dat mag. Daar heb je deze voor.